over. Vandaag ook. Anders liever helemaal niet. Maar goed, toen ik dit artikel onder ogen kreeg, toen gingen bij mij alle belletjes branden, zeg ik altijd, en de lampjes rinkelen. Dat zeg ik namelijk altijd dan. Hè? Want boven het artikel staat Maitreya wacht op erkenning. En bij het lezen van dit artikel dacht ik ogenblikkelijk, wel verbazend, want dat is de sterkste uitdrukking die ik ooit van mijn grootvader geleerd heb. En wel verbazend is die sterretje, is die er, is die nou nog niet weg? Zit hij daar nou nog steeds te wachten, die man, die figuur? Die wacht dus al 13 jaar en bij nader inzien wacht hij officieel vanaf 1977. Dus dat is al 18 jaar. Dat is toch wel interessant. Zit alleen maar te wachten, doet verder niks. Ik sprak iemand die er verstand van heeft, die er ook artikelen over geschreven heeft. Een journalist, geloof ik. Ik vroeg hem nadere informatie en die zei zo uit zijn hoofd, zei hij, nou, ik geloof toch niet dat het de antichrist is, want dan heeft hij een betere organisatie nodig. Dan had hij toch wat meer aan de weg moeten timmeren. En dit gaat allemaal zo knullig, hij doet gewoon niks. En dat personeel in dat kantoor in Amsterdam, dat is ook niet veel bijzonders. Huh? Ik moet hem daarin gelijk geven, maar daar gaat het nou niet over. Maar inderdaad, hij doet helemaal niks. Hij krijgt dat nooit voor elkaar. Een wereldaanhang krijgt hij zo nooit. Dus het is niet de antichrist. En mijn reactie was ogenblikkelijk, maar dat heb ik hem niet verteld. Dan is hij het dus. Want hij heeft geen wereldorganisatie nodig om dat geregeld te krijgen. Hij hoeft maar te wachten op zijn eigen tijd. Opdat hij geopenbaard worden te zijner eigene tijd. Je moet een beetje bijbelvast wezen, maar het is 2 Thessalonicenzen 2. Hij wordt wederhouden en zal geopenbaard worden op zijn eigen tijd. Met andere woorden, een van de meest duidelijke uitspraken over antichrist in de Bijbel blijkt zo zonder meer van toepassing te zijn op deze figuur. En dat was voor mij aanleiding om in de eerste plaats natuurlijk na te gaan hoe dat zit met die man. En aan de andere kant om nog eens opnieuw te bezien wat de Bijbel er eigenlijk over zegt. Want dat blijven wij bij herhaling altijd doen. En ik moet u zeggen dat dat verbazingwekkend resultaat oplevert, want voor zover ik kan nagaan en voor zover ik gegevens heb, uit de Bijbel bedoel ik, past inderdaad deze Maitreya voor de volle 100% in wat ik over hem lees in de Bijbel. En dat is veel hoor, 100%. En inclusief het getal zijns naams. Niet dat dat het belangrijkste is, maar de rest van de beschrijving is belangrijker. Maar het past inderdaad. Waar wij het over zullen hebben vandaag is dus niet zozeer over Maitreya en over wat er van die kant allemaal geleerd wordt. Ik heb trouwens gemerkt dat bij velen bekend is. Ik heb er gewoon al die tijd niet van gehoord, om een of andere reden. Maar toen ik erover begon, zo in het publiek hier en daar, toen bleek dat mensen hebben thuis stapels boeken liggen. U dus, hè? U hebt thuis stapels boeken liggen van die figuur. En van de New Age-beweging, van antroposofie en hoe dat allemaal maar heten mag, hè? Oh, u niet? U hebt een Bijbel? Ja. Dat is veel beter. Maar goed, het bleek toch redelijk bekend te zijn. Wat wij vandaag zullen doen is gewoon in de eerste plaats ons met de Bijbel bezighouden. Als we daarna nog tijd over hebben, zal ik u laten zien op welke wijze al deze Bijbelse gegevens, die ik punt voor punt even opgeschreven heb voor u, hoe deze Bijbelse gegevens inderdaad passen op deze figuur. Dus wat wij doen, wij nemen het woord antichrist en Entromius. Ja, als u niet weet wat dat is, wat doet u hier dan? Moet ik dan eigenlijk zeggen, hè? Toch, of niet? Ja. En dus een statenvertaling, maar we nemen het woord antichrist en we zoeken het op in de Trommius, want zo heet dat. Niet de dikke Trommius, dat was een andere. Dat was de Vandalen. De dikke Trommius is een andere, dat weet u toch, hè? Nou goed, we zoeken het gewoon op in de concordantie dus, hè. En dan blijkt inderdaad dat het woord antichrist alleen maar voorkomt in de eerste 2 Johannesbrieven. En bij nader inzien klinkt dat nog veel groter dan het is, want 1 Johannes is maar een klein briefje. En 2e Johannesbrief is maar een halve bladzijde in de Bijbel. Is dus niet veel. Maar je mag aannemen dat wat daarover gezegd wordt dan toch essentieel is. Dat is namelijk in de eerste plaats 1 Johannes 2 vanaf vers 18. Kinderkens, het is de laatste uren. Daar beginnen we hoor, daar beginnen we. We beginnen meteen. 1 Johannes 2 vers 18. Kinderkens, het is de laatste uren. Als ik zeg,
Mensen, we leven in de eindtijd. Dan zegt er altijd iemand, ja, dat roepen ze al 100 jaar. Dan zeg ik, punt 1, je bent niet op de hoogte. Want er worden veel langer geroepen. Bovendien, volgens de Bijbel, leven wij al 2000 jaar in de eindtijd. Daar begint het al mee. Je kunt wel zien dat we in de eindtijd leven. Waaraan dan? Nou, zegt Johannes, kinderkunt, het is de laatste uren en gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden, waaruit wij kennen dat het de laatste uren is. Waaraan weet je dus dat we in de laatste uren leven en dus in de laatste dagen of de eindtijd, de tijd van het einde of wat het bewezen mag? Aan die vele figuren die zich altijd stellen in de plaats van Christus. Want antichrist vertalen wij wellicht gemakshalve met tegen Christus. Maar ik moet u zeggen, anti betekent niet tegen. Gaan we weer, hè? Je moet een boel opruimen vandaag, hè? Anti betekent niet tegen. Het kan weliswaar soms zo vertaald worden, maar de betekenis is niet tegen. De betekenis is in de plaats van. Vraag het maar na. Maar dat is zo. Anti betekent in de plaats van. En antichrist is dus de Christus in de plaats van de Christus. Iemand die zich stelt in de positie van de Christus uit de Bijbel. En de Christus uit de Bijbel is de Heer Jezus. Jezus van Nazareth. Ik denk niet dat ik dat hoef uit te leggen. Bovendien, dat doen we bijna elke Bijbelstudiedag hier. Dus dat hoeft nou niet, hè? Goed. Antichrist stelt zich in de plaats van Christus. Belangrijk om te onthouden. Dat is een van die stellingen die ik op papier gezet heb. Er staat dan, gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden. Want in de loop der tijd zijn er velen geweest die zich in de positie van Christus gesteld hebben. En ik herinner u, ja, ik weet niet of het zo verstandig is om dat te doen, maar waarheid is waarheid, hè. Wij kennen zelfs een figuur die officieel die titel draagt, hè. Iemand die staat in de, die de vertegenwoordiger is van de Zoon Gods op aarde. Latijn zomaar achterwege laten, hè. Maar we hebben het over de paus, zodat vele gemeenten hebben de paus in de plaats van God en in de plaats van Christus op aarde zal wel de antichrist wezen. Gedachte die je nog steeds kunt horen. En met moeite heeft men een titel van de paus bij elkaar gekregen en wat met letters en cijfers gegoocheld. Geen tamelijk populair is. Letters en cijfers om aan het getal 660 te komen voor zijn naam. Dat moet toch lukken. Dus je een beetje vindingrijk bent. Dus zo werkt dat, hè. Maar geldt heus niet alleen voor de paus. Want de kans is groot dat de voorganger van uw eigen plaatselijke gemeente precies diezelfde positie inneemt. Dank u. En ook al doet hij dat niet bewust, in die positie wordt hij dikwijls wel gedrongen. En in plaats dat mensen een vaste relatie hebben met hun eigen Heer en Heiland, hebben ze een vaste relatie met hun eigen voorganger. Die hen zegt wat ze doen en laten moeten enzovoorts. Die hen over het bolletje aait en bemoedigt en dat soort dingen meer. Alsof we dat niet van de Heer zouden verwachten. En als u zegt, nou, het is toch niet helemaal onbijbels dat het zo gebeurt, zeg ik, nee, het is niet helemaal onbijbels, maar u bent gewaarschuwd. En zo is het gegaan. Vanaf de dagen van Pinksteren, zal ik maar zeggen. Vanaf het ontstaan van het christendom, als ik het eens één keer zo mag noemen. Er zijn altijd mensen geweest die hun eigen macht gevestigd hebben over de mensen in de naam van God, in de naam van Christus, en die in de praktijk de positie van Christus innamen. En over sectenleiders gesproken, sectenleiders noemen zich gewoonlijk zo, Christus. En men zou zich aan hen onderwerpen, is dan het idee. Het is altijd zo geweest. En hier in Johannes komt het ook naar voren. En anders lees u in uw vrije tijd dan maar weer de derde Johannesbrief. Dan zult u zien dat het inderdaad zo was. Vele antichristen. Maar let op. Gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt. Want vele antichristen is nog niet hetzelfde als de antichrist. Wij spreken dan ook dikwijls over voorlopers van de antichrist. Ja, die zijn er inderdaad. Maar het hele punt is eigenlijk dat de antichrist, naar Bijbelse maatstaven, we zullen dat nog een paar keer tegenkomen, dat die antichrist al actief is in de wereld sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus. Wordt ook gezegd, wordt op andere plaatsen ook gezegd.
We komen dat vanzelf tegen vandaag, maar het is nu eenmaal zo. De antichrist is al in de wereld werkzaam sinds de opstanding van Christus. En hier wordt het uitgedrukt in vele antichristen. Mensen namelijk, die zich in diezelfde positie stellen, die proberen de macht over de gelovigen over te nemen. En daarmee zich te plaatsen in de positie die alleen de Heer Jezus Christus toekomt. Waarna gezegd wordt, zij zijn uit ons uitgegaan. Niettemin waren zij uit ons niet. En de gedachte is hier dus in vers 19 over die antichristen en daarmee ongetwijfeld in het bijzonder over de antichrist, dat hij op een of andere wijze zou opkomen te midden van het christendom. We komen daar niet meer op terug, denk ik, want ik geloof niet dat ik nog een dergelijke uitspraak tegenkom in de Bijbel. En daarom zeg ik maar meteen dat het toch wel een eigenaardig verhaal is over deze Maitreya. Het verhaal is, het verhaal, hun verhaal is, en niet lachen, want je moet het bloed serieus nemen, dat hij al 2000 jaar gewoond heeft, de laatste 2000 jaar, sommigen spreken over de laatste 2600 jaar, dan kom je terecht in het eerste jaar van Nebukadnezar, maar dat leg ik nou niet uit. Dat hij de laatste 2000 jaar, sinds de komst van de Heer Jezus dus, huisde in de Himalaya in een lichtlichaam. Ik geloof dat ze dat ook een astraal lichaam noemen. Maar dat kan me niet schelen, want die termen staan toch niet in de Bijbel. Dus je mag ze van mij betreft verwarren. Hè? Maar dat hij 2000 jaar gehuisd heeft in de Himalaya. Dat hij van daaruit aangewend tot besturing van de wereld enzovoorts. En zijn kracht heeft aangewend tot hulp van de mensheid. 2000 jaar. Waar komen nou die antichristen vandaan? Hoe lang is het al de laatste uren? Gek, hè? 2000 jaar. Hebben we die? Dat is toch eigenaardig, past precies. Maar daar ging het me nou niet eens om. Waar het me om gaat, is dat het verhaal is dat die figuur daar in die Himalaya huisde. Misschien verscheen hij er af en toe als de verschrikkelijke sneeuwman, heb ik later bedacht. Maar dat moet ik nog eens navragen. In het hoofdkantoor, dus vlakbij Artis, dus nou goed. Maar hij heeft zich inmiddels een eigen lichaam gecreëerd, geschapen, met de kracht van zijn wil en voortkomend uit zijn woord, uit zijn wil, logos. Hoeft niet uit te leggen, hè? Dat kunnen we nou niet doen, hè? Hij heeft zich een lichaam geformeerd, een schone lichaam van vlees en bloed zoals u en het mijne. Het blijkt sterk genoeg te zijn. Hij heeft er eerst de potie in gewoond om het uit te proberen, is het verhaal. Maar het is sterk genoeg. En hij heeft zich toen gemeld in Pakistan. En vanuit Pakistan is hij een paar jaar later, in 1977, op het vliegtuig gestapt. En sindsdien wordt hij geacht te huizen, wat je eronder verstaan moet, weet ik niet. Maar te huizen in Londen. In Londen. Waarom? Nou, dan kan gezegd worden dat hij gekomen is op de wolken des hemels. Ja, dit soort verklaringen zijn voor vele evangelische christenen meer dan voldoende. Want die denken ook dat als er staat aller oog zal hem zien, dan gebeurt het over de televisie. En als er staat van Israël zal op arendsvleugelen gedragen worden naar de woestijn, dan gelooft men dat meestal niet. Maar als men het gelooft, zegt men, dat gebeurt natuurlijk met vliegtuigen enzovoorts. Dus voor diezelfde mensen moet deze verklaring voldoende zijn. Maitreya kwam met een vliegtuig naar Londen, kwamen de wolken des hemels. En het vliegtuig landde desnachts, dus hij kwam als een dief in de nacht. Ik ben blij dat jullie daarna toch om lachen. Maar sommigen nemen dat bloed serieus. Ik denk ook dat zo profetieën vervuld moeten worden langs de weg van de techniek. Maar nou dan even onder elkaar. Wat moet die figuur in Londen? Als hij een oorsprong heeft in die occulte wereld daar van het oosten, zal ik maar zeggen. Weet je wel, rond de Himalaya is alles occult, hoor. Maar goed, daar gaat het nou niet verder over. Waar moet die figuur in Londen? Of all places? Ga ik niet uitleggen, maar even onder elkaar. In Londen? Omdat sinds de eerste komst van Christus, sinds de afgelopen 2000... Pak weg, hè, want we zijn heel slordig met rekenen. Nou, vandaag, omdat in de afgelopen 2000 jaar het eerstgeboorterecht over de volkeren der aarde zetelt in Londen. Dat leg ik vandaag dus niet uit, hè?